Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Het is woensdagochtend, 5 januari, belachelijk vroeg. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een echte fanboy, een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Het zal u niet ontgaan zijn. Het is vreselijk aan het stormen geweest de afgelopen 2 dagen. Gisteren nacht was dat afschuwelijk. Er bleven maar auto-alarmen en brommer-alarmen afgaan, waardoor ik geen oog had dichtgedaan. Vannacht was dat een stuk beter. Vannacht was het van dat soort hele mooie storm, met dat soort hele mooie windgeluiden. En daar ben ik heerlijk bij in slaap gevallen. En toen ik vanmorgen wakker werd, toen, ja, je hoort het nog een beetje op de achtergrond. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Maar je hebt nog steeds van die hele mooie windstoten buiten. Ik ben bezig met een reeks spoiler, semi-spoiler en non-spoiler reviews van winterdepressiefilms. Winterfilms. Kerstfilms. Naar mijn bescheiden mening, iedere film waar voldoende sneeuw in zit, en er moet echt flink wat sneeuw in zitten, dat is een winterfilm, dat is een kerstfilm. En als die film maar somber genoeg is, dan is het een winterdepressiefilm. En door die wind en door die storm buiten kreeg ik inspiratie. Ik werd vanmorgen wakker. En het eerste wat ik dacht toen ik wakker werd was, ik ga een review doen van Walking Out. Let u op, mevrouw de burgemeester, want dit is een film die moet u gaan zien. Waar gaat het over? Nou, er staat hier een kort verhaaltje. Een urban teenager journeys to Montana to hunt big game with his estranged father. Father and son struggle to connect until a brutal encounter in the heart of the wilderness changes everything. Er zijn veel mensen zeggen, die zeggen van, oh, Disney film. Nee, dit is niet Disney. Er is echt gefilmd in Livingston Paradise Valley in Bozeman, Montana. Ik ga daar zo wat foto's van laten zien. En dit was een film die werd ingezonden in 2017 bij het Sundance Film Festival. Het is een soort thriller-drama. Fantastisch leuke film. Waar gaat het allemaal over? Nou, die zoon die komt inderdaad ergens uit Texas. Die ouders die zijn gescheiden. En hij ziet zijn vader vrijwel niet. Gewoon 1 keer per jaar stuurt zijn moeder hem naar zijn vader toe. Want die vader die woont helemaal in the middle of nowhere. In Montana, waar het ijs en ijskoud is en alles bedekt is met sneeuw. Een groot gedeelte van het jaar. En de bossen en bergen, je hebt daar bosgroei op, hoge bergen. Daar zitten elanden. En die vader die heeft zelf, toen hij jong was, in jaren 14, zijn eerste eland geschoten. Samen met zijn vader, de opa. Van de hoofdrolspeler. Die opa die leeft niet meer. En dit is een soort rite of passage voor hem. Hij geeft zijn zoon het geweer wat hij kreeg van zijn vader. En dat joch moet zijn eerste eland gaan schieten. En dat joch is gewoon een modern kind met zo'n telefoon. En hij heeft dan weliswaar leren schieten, maar hij heeft helemaal geen zin om eland te schieten. En zijn vader pikt hem op van het vliegveld. En neemt hem meteen mee uit jagen. Meteen, niet op eland, maar op quail. Volgens mij is dat fasant of zoiets. Weet ik niet. Het zijn vogels die laag vliegen. En uit hoog gras omhoog vliegen. En dan neergeschoten worden. Met zo'n buks. Zo'n hagelbuks. En het staat hier. They struggle to connect. Ja, die vader is gewoon heel rugged. En heel erg van, alles wat je neerschiet, dat moet je ook opeten. En als we naar eland schieten, dan kan ik daar de hele winter van eten. En
Weet je wel, echt een mountain man. Een soort survivalist. En heel taf. En heel stevig. En dat joch, ja, niet een papkindje, maar gewoon een modern kind. Weet je, dus... Nou ja, na het kwijlschieten is er dan een nacht in het huis van zijn vader. Het is niet eens echt een huis, het is meer een soort blokhut. Maar die is dan niet helemaal in de sneeuw. En dan de volgende ochtend, heel vroeg, rijden ze een stuk naar de wildernis. En de rest doen ze dan lopend. En die vader die vertelt aan hem van, nou, er is verderop een blokhut. Dat is gewoon een soort algemeen fair use hutje ergens in the middle of nowhere, daar in die bossen, in die sneeuw. En mensen die daar gaan jagen, dat gebeurt heel veel daar. En die kunnen dan gratis en voor niks overnachten in dat blokhutje, zo'n jagershutje. En hoef je alleen je eigen eten mee te nemen. Dus ze hebben geen tent bij zich. En hij mag zijn telefoon niet meenemen. En op het moment dat die vader die auto stopt en hij vertelt hem van het hutje, dan beginnen de twijfels al een beetje bij dat kind. Hij heeft een beetje een moeilijke band met zijn vader. Weet je, een beetje zoals de zoon van burgemeester Halsema met zijn vader, weet je. Deze jongen ook, hij vindt het maar niks om dat geweer in ontvangst te nemen, dat wapen. Je ziet dat hij zich ongemakkelijk voelt. Dat zag je ook gebeuren bij de zoon van burgemeester Halsema. Dat joch kreeg ook het wapen van zijn vader in handen. Dat ging meteen helemaal mis. En hij zegt tegen zijn vader van, hoe ver is die hut lopen? Oh, zegt zijn vader, 5-6 kilometer. Je wordt er niet eens moe van. En terwijl ze aan het lopen zijn, hij vertelt zijn vader hem een beetje over de geschiedenis van die regio. Wat voor immigranten daar vroeger gesetteld zijn en weet ik veel. En op een gegeven moment stopt zijn vader en dan zegt zijn vader, luister, vanaf dit stuk moeten we echt een beetje rustig zijn en stil. En dat joch zegt, waarom? Die eland die zit helemaal boven in de bergen, zei hij. Ja, zegt zijn vader, maar we willen niet die beer opschrikken. En het joch kijkt maar en zegt, beer? Ik dacht dat we op eiland gingen jagen. Jij zei niet dat er een beer was. Maar hij zegt, vader, ik zou me niet zo druk maken om die beer. Die is helemaal niet geïnteresseerd in ons. Nou ja. En dan begint hun jacht. Er zitten een paar kleine, heel korte, heel goede flashbacks tussen. Waar we de vader, die nu zo stevig en stoer is, als jong kind zien, samen met zijn vader, bij een kampvuur, op jacht naar eland, lopend met een geweer, et cetera. Maar over het algemeen zie je heel duidelijk, het is op een hele goede manier gedaan. Een soort voorzichtige, ongemakkelijke spanning tussen dat joch en zijn vader. Een beetje wat er gaande is, daar op de Herengracht, in die ambtswoning. Tussen de zoon van burgemeester Halsema en zijn vader. Ja. Nou, je raadt het al, die jacht op die eiland, die komt niet echt lekker uit de verf. Want ze komen inderdaad die beer tegen. En zo'n beer, ja, dat zijn afschuwelijk grote beesten, inderdaad. En levens- en levensgevaren. En ze zijn veel sneller en mobieler dan je denkt. En ze zijn heel territoriaal. Dat weet ik toevallig, want ik kijk niet alleen winterdepressiefilms. Ik kijk ook winterdepressiedocumentaires over sneeuwbergen en beren en wolven. Dat vind ik allemaal prachtig. En daar kan ik met open mond naar zitten kijken. En zo heb ik geleerd dat beren heel territoriaal zijn. Als jij in het gebied bent waar een beer zegt, dit is mijn gebied, dan wil die beer jou daar niet hebben. En die beer die gaat ervoor zorgen dat jij of hartstikke dood gaat, of oprot uit zijn gebied. Maar ja, dat gebied van zo'n beer is gigantisch groot. Je komt daar niet zo makkelijk weg. En terwijl ze aan het laten, niet echt vluchten, maar gewoon uit de buurt van die beer proberen te blijven, raakt die vader gewond. En je moet je voorstellen, het is dikke sneeuw. Het sneeuw komt met bakken uit de hemel. Het is the middle of nowhere. Geen telefoon bij je.
één iemand is gewond. Het is ijs en ijskoud. Bij wonden en kou, dat kan leiden tot allerlei enge infecties en gangreen zelfs, hè? Frostbite. En die vader die heeft zoiets tegen zijn zoon van, vlucht maar, vlucht en haal hulp. En ik blijf hier wel gewond achter. En die jongen die heeft zoiets van, ja, kan ik dat doen? Kan ik mijn vader achterlaten? Want hij wil zijn vader ook niet teleurstellen. Dat is een beetje de strekking van de film. Ik heb al veel details verklapt, dus ik zou dit een semi-spoiler review willen noemen. Ik ga er uiteindelijk wel ontknoping en het einde ga ik niet verklappen. Dat moet je echt gewoon zien. Dit is niet een of andere Disney-film. Tranen trekken met mensen die boehoe ergens moeten vluchten uit de wildernis met een enge wolf die eigenlijk later heel lief blijkt te zijn. Of weet je wel, een klein dorpje wat vrienden moet worden met een mooie walvis. Nee, 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 dit is drama, maar niet cheesy. Dus de relatie tussen die vader en die zoon is echt heel goed gedaan. En ik hou helemaal niet van dat soort vader-zoon relatiefilm. Maar dat is dit niet. Hier is echt wat meer gaande. Ik vind het een fantastisch leuke film. Heel spannend. Goede dialogen. Ik vind die relatie tussen die vader en die zoon fantastisch goed gedaan. Hele goede acteerprestaties. Ook vanuit jonge Joch. Hij komt ook echt jong en een beetje suffig over. Jong en een beetje suffig. Helemaal niet geschikt voor de jacht en voor wapens. Hij doet dat feitelijk omdat zijn vader dat wil. En dat zijn moeder hem die kant op stuurt. Een beetje wat er gaande is daar in die ambtswoning. Op de Herengracht. Een soortgelijk spanningsveld. Maar dan met gescheiden ouders. Dus niet een moeder die heel veel werkt. Waardoor dat kind opgescheept zit met die vader en zijn vuurwapen. Nee, een moeder die één keer per jaar zegt, oké, uit de stad, hup. Ga ergens leuk kamperen met je vader. Dat wordt niet helemaal duidelijk in deze film. Maar ik denk dat als die moeder van tevoren zou weten van het kind gaat op eland jagen en er zijn daar beren. Ik denk dat die moeder dan had gezegd, blijf maar thuis. Ga maar lekker hangen op je telefoon. De titel Walking Out slaat op, weet je wel, als jij in het gebied van een beer komt. Dan moet je uit dat gebied lopen. Dat is wat je moet doen. Je moet niet heel hard gaan rennen. Je moet niet gaan schieten op die beer. Je moet gewoon eruit lopen. Helemaal uit het territorium. En dan zijn er wat andere betekenissen. Maar dan zou ik te veel van de film moeten verklappen. Ik ga wat fotootjes laten zien. Kijk eens even, mensen. Hier komt hij aan op het vliegveld. Dit is zijn vader. Dit is zijn vader. Hier is hij al gewond. Dit is vader en zoon in de sneeuw. Misschien een groter plaatje. Dit is beter. Vader en zoon in de sneeuw. Dit is vader en zoon in de sneeuw. Dat wil niet echt lukken. Ah, wel. Prachtig, hè? Echt fantastisch. Het is adembenemend mooi. Adembenemend mooi. En dit is de poster. Prachtig, hè? Ik vind hem heel, heel, heel erg goed. Het weer, de dialogen, de spanning, de landschappen, de productiekwaliteit. Echt waar, het is echt een klein juweeltje. De film kreeg niet superveel aandacht. En ik denk dat heel veel mensen deze film gemist hebben. Mevrouw de burgemeester, ik denk dat dit een hartstikke leuke film is. Ik denk dat u deze film helemaal te gek vindt. Dit is een dikke aanrader. Survival on the Mountain, dat is een andere film. De ondertitel is Survival Runs in the Blood. En dat slaat op de relatie die hij heeft met zijn overleden vader een beetje.
Mevrouw Halsema, zeker ook gezien uw thuissituatie, waar u helemaal niets aan kunt doen. Er zijn gewoon ongezonde spanningen tussen dat joch en zijn vader, uw partner. En ja, na dat interview wat uw partner gaf aan het NRC, waar hij maar aan het mopperen en kankeren was. En hij kwam ook een beetje over als de vader in deze film. Stug, eigenwijs, set in his ways, weet je wel. En veel andere mensen de schuld geven, vond ik, dat uw partner deed. Dat doet deze vader niet. Die is meer recht door zee wat dat betreft. Ik denk dat dit een film is voor het hele gezin, mevrouw de burgemeester. Ik denk dat het een heel leuk idee is, een heel goed idee misschien zelfs ook wel, om met de kids en bij de ouders deze film te gaan kijken, Walking Out. Ik denk dat dat een verbroederende ervaring kan zijn tussen vader en zoon. Het is een verbroederende ervaring in de film. En ik denk dat het ook een verbroederende ervaring zal zijn in die ambtswoning. Kijken op een groot scherm, in het donker, weet je wel. En turn up the volume, want die wind en die storm en de muziek, ja, dat is echt de moeite waard. Lieve mensen, voor alle trouwe kijkers van dit kanaal. Ik meen wat ik zeg, dit is een film die je niet moet missen. Die moet je gaan kijken, Walking Out uit 2000. En 17. Nou, dat was hem weer. Weer een semi-spoiler review. Van opnieuw een winterdepressiefilm. En eentje die er mag zijn. En ik kijk hier met zijn gewonde vader op zijn rug. Prachtig, hè? Prachtig. Er komen wel wat tranen misschien bij kijken. Er zitten wel een paar ontroerende momenten in, mevrouw de burgemeester. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Dankjewel voor jullie tijd en tot de volgende keer.